Even wat breaking news op de woensdagmiddag. Want Mercedes is niet opkomen dagen tijdens het Via Foto moment vlak voor het eindejaarsgala. En dit lijkt dus op het teken dat het Duitse renstal hun bolide niet wil laten zien in het kampioenschap van 2021. Elk jaar wordt er vlak voor het Via Prizegiving Gala een familiefoto gemaakt met alle teams. Op dat gala wordt ook de wereldbeker uitgereikt, maar in Parijs ontbreekt één grote partij. Mercedes. En zowel het Formule 1-team als het elektrische team uit de Formule E waren niet van de partij. En hiermee lijkt het Duitse team een duidelijke hint te geven, want ze willen hun Mercedes dus niet zien op de 2021-foto van de FIA. En mogelijk heeft dit te maken met de mogelijkheid die Mercedes nog steeds heeft om in beroep te gaan tegen de uitspraken van de FIA naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Nou, Verstappen werd zoals we weten inmiddels gekroond tot wereldkampioen, maar Mercedes liet direct na de race al weten het er niet bij laten zitten. En nu Mercedes niet eens opkomen dagen bij de FIA Family Photo in Parijs, lijkt het erop dat ze het veiligheidsorgaan willen boycotten, al is de echte reden waarom ze het fotomoment gemist hebben nog niet zeker. Mercedes heeft aangegeven niet te willen reageren op de situatie. Mocht het team onder leiding van Toto Wolff nog in beroep willen gaan tegen de uitspraken van de FIA, dan heeft het team daar nog tot donderdagavond voor. Daarna vervalt hun recht om in beroep te gaan en is de wereldtitel van Verstappen officieel. Nou, tot zover even dit Mercedes nieuws uit Parijs. Altijd op de hoogte, dat blijf je via racingnews365.nl. En dan check ik je de volgende.